zo hot. Ja, jumper, jumper. Die booster is ook 60 meter, hè? Maar dan is die booster kleiner, dus dan liegen ze gewoon.
gewoon de fabriek. Oh, dan zet ze mee tegen die ogen even op de booster. Ja, dat is mooi. De Hero City XXL. Nou, wat vind ik zich zo aan dan? Ja, nou, toen had ik hem even ook gezien. Niks hier. Dit is niet Hero City XXL dit. Ik zat er wel op, maar het is niet XXL. Ik denk het al weten. De uitbreiding is nog niet gekomen. Die moet nog een keertje komen en dan ja. Ja. Ik weet niet wat er XXL aangekomen is, maar maakt niks uit. Verder. Er zou nog een panoramatoren komen, maar die is niet gekomen. Nou, maar niks uit, het is niet zo oran. Ik vind het toch wel een lelijk ding. Ik vond het toch wel een heel lelijk ding. En. Dan gaan we kijken. De volgende gang met attracties. Zoals de spookhuizen en de XXL Eclau en zo. Allemaal leuke machines. En een Bungie van de Vries, als het goed is. Nee, hij is van Elsinga geworden. Hij is van. Duurzame Elsinga, als het goed is. De Vries, dat is die andere kleur. Maar hij heeft er twee. Ah, dat is die, grappige. Die Bungie met die sticker. Die sticker die heb ik trouwens al, denk ik. Als het deze is. Yeah.
Tony Town, automaten, gek automaten. Maar we gaan nog even eens even kijken bij de reuzenrad. We gaan even naast de reuzenrad vragen. En dan gaan we eens even een verhaaltje vertellen over de reuzenrad. Want deze reuzenrad die heb ik gisteren helemaal zien opbouwen, helemaal live via de dingen. Daar ga ik zo even vertellen. We zijn nu bij de reuzenrad aangekomen. Ja, hierachter zat hij. Dat ding hierachter. En ik wil het nog even heel uitgebreid zien. En dan kan ik even een mooi verhaaltje vertellen. Ik heb het ding zien opbouwen in 24 uur. Zo'n groot muziek. Ik heb al door. Dat komt eruit. Dat gaat allemaal. Het wordt allemaal omhoog geëist en zo. En dan wordt de volgende gepakt. En dan wordt dat erop geplaatst. En dan gaat hij steeds verder. En dan rolt hij eruit. En dan wordt steeds groter, steeds groter. Iets meer. En ja. Natuurlijk heel vet is dat natuurlijk. Even kijken. Het is zo opgebouwd en helemaal opgebouwd. En daar wordt allemaal vastzet en helemaal live voorzien via de beelden. Zo, heel mooi. Ik heb alles zien opbouwen hier bijna. En ja, ik was zo blij dat we het zien mochten school, mochten kijken. De camera's en de live beelden. Dit is een mooie kermis en gaan we nog even foto's maken van een paar attracties met mijn andere camera. Kort op de website, ik stuur het right. Ja, dit is dus mooi spul allemaal hier. Mooi. Ja, ik laat ze wel dingen werken, maar hier is het mijn kermis van Amsterdam. Amsterdam-Dam. Ja, ik heb even foto's gemaakt, maar alleen de foto's op elkaar heen gedaan. En de foto's er ook even in geplakt. Bij elke attractie denk ik dat ik de foto's er even in geplakt, tussendoor. Met de muziek hierbij, dan wordt het wel mooi. Dan ga ik nog even naar de overkant en een mooie foto maken van de hele kermis. Dit was dus de kermis. Tot de volgende kermis op kijk. Ciao. Tot de volgende kermis. Doei. Thank you.